In 2002 heeft het kabinet 50 miljoen euro moeten bezuinigen op kunst. Hierdoor gaan veel kleine musea en theaters dicht door de financiële situatie. Wij zijn Mystery Artcard, dit is Juri Piekevet en ik ben Simon van der Kolk. Wij brengen op de markt de Mystery Artbox. Dit zijn doosjes waarin een voucher zit en met deze voucher kan de consument online op onze website kiezen uit 3 verschillende kunstinstellingen in Amsterdam. Deze instellingen, dat zijn de kleine kunstinstellingen in Amsterdam, zoals musea als het Ons Lieve Heer op Zolder en het theater Muiderpoort Theater. U kunt dus niet denken aan het Van Gogh Museum of het Rijksmuseum, deze zijn te groot voor dit concept. De doosjes worden uniek gemaakt door allemaal erkende kunstenaars uit heel Nederland, dit zijn er 15 in totaal. Deze kunstenaars maken deze doosjes voor ons zonder financiële bijdrage, maar wij bieden hun exposure aan. Een platform om te kunnen promoten naar de buitenwereld toe. Dit doen ze door middel van een handtekening op de doosjes. In de doosjes zelf zit een visitekaartje van de kunstenaars en op onze website staan links. De doelgroep die wij willen bereiken met dit idee zijn de 25 tot 65-jarige mensen, woonachtig in Amsterdam, en die op zoek zijn naar een uniek en leuk kunstzinnig cadeautje voor vrienden, voor zichzelf of misschien voor de familie. Deze mensen willen wij bereiken door middel van media als het Parool. Dit is een echte Amsterdamse krant, de kunsttijdschrift als het Atelier en via onze Facebookpagina en onze website. De verkooppunten zijn de instellingen die aan ons concept meedoen, maar we zijn bezig om ook in de grote musea, dus dan wel het Van Gogh Museum en het Hermitage, om daar in winkels te liggen zodat dit makkelijk is voor de consument om het daar te kopen. En onze toekomstplannen zijn om maandelijks 1000 van deze doosjes te verkopen, zodat wij veel voor de kunst kunnen betekenen en uiteraard ook veel voor onszelf. Wij hebben de 500 euro hard nodig om zoveel mogelijk verkooppunten te kunnen genereren, maar ook om dit idee uit te breiden naar meerdere steden in Nederland als Den Haag en Groningen. Dank u wel.